Yes, hallo allemaal. Mijn naam is Jip. Ik ben natuurvlog voor Sat of Culture. En ik ben vandaag in Overschild, een dorpje in Groningen. En ik sta hier bij een hele oude boerderij. Wat de locatie vormt voor een nieuw theaterstuk. En dat heet Hollands Hoop, georganiseerd door Summerbühne. En misschien komt Hollands Hoop je wel bekend voor, dat klopt ook. Het is geïnspireerd op de gelijknamige tv-serie Hollands Hoop, die ook zich hier op deze locatie afspeelt. En nu komt hier dus een locatietheater, muziektheatervoorstelling. Echt super vet. En ik heb vandaag bij de repetitie mogen kijken. En ik heb nu een afspraak met Marcel Hensema. Hij is een van de hoofdrolspelers, of eigenlijk de hoofdrolspeler, hè Marcel? Yes. En jij staat hier eigenlijk wel gewoon op de meest chille plek ongeveer, ja, hè? Ja, ik kreeg de opdracht van jou om hier te staan. Tussen de wietplanten. Tussen het wiet. En misschien wil jij dan meteen uitleggen, wat heeft wiet eigenlijk te maken met de voorstelling? Nou ja, de hele voorstelling draait eigenlijk om wiet. Het is een oude boerderij. Ik speel de rol van Fokke Augustinus. Het is mijn ouderlijk huis en ik ben hier 20 jaar geleden weggegaan en ik keer terug. En mijn vader is overleden, maar die bleek een illegale wietplantage te hebben tussen het mais. Kijk, en jullie hebben dit opnieuw geplant, toch? Ja. Want dit groeit niet. Het echt? Groeit hier niet. Nou, je ziet het wel heel veel overal groeien in de provincie. Oh, ja? Ja, want er is heel veel hennepteelt. Maar dit is in de serie is dit wiet die je kunt roken. Ja. In het echt is dit wiet die je niet kunt roken. Ah, oké. Okay, maar in de provincie zie je overal wiet die je niet kunt roken, want het wordt voor allerlei producten gebruikt. Ja, oké. Want ik dacht al van, moeten jullie dan een vergunning hebben of zo? Of een soort vrijstelling dat je hier dit nu mag planten? Maar... Nee. Nou, wat bij de serie zo was, de toppen hiervan, die zijn iets anders dan de echte toppen van planten die je kunt roken. Ja. En daar moesten we close-ups van draaien. Maar dat is illegaal. En je mag als privépersoon mag je maar 5 plantjes hebben. Ja. Dus iedereen van de crew had 5 planten op zijn balkon staan. Niet? Ja, serieus. En op sommige dagen werd gevraagd van kun je de planten meenemen? En dan werden ze bij elkaar gebracht en dan werd dat gefilmd. Fantastisch. Ja. Want dat is eigenlijk gelijk mijn tweede vraag. Jij hebt zowel in de serie gespeeld als nu in de voorstelling. Ja. Dezelfde rol. Wat is het verschil tussen de voorstelling en de serie en ook jouw personage? Is dat nog een beetje anders? Of? Ik speel meer personages. Ik speel ook mijn vader en ik speel ook mijn opa. In de voorstelling? In de voorstelling, ja. Want in de voorstelling duiken we in de geschiedenis van Hollands Hoop. En het heden en het verleden gaan helemaal door elkaar heen in deze voorstelling. Kijk, dus jij hebt meerdere rollen deze keer. Ja, ik speel meerdere rollen deze keer. Maar de hoofdthematiek blijft hetzelfde. Het draait om wiet. Ook de suspense die in Hollands Hoop zit, die zit hierin. En ook de humor van Hollands Hoop zit hierin. En daarbij hebben we heel veel muziek in de voorstelling. Ja. We hebben 60 muzikanten erbij. 40 figuranten, geloof ik. Dus het wordt echt een spektakel. Ja, gaaf. Want jullie doen ook veel met vrijwilligers, toch? En mensen uit de buurt. Ja. Dat is ook de opzet van deze hele voorstelling. Het wordt geproduceerd door Summerbühne. Ja. En dat is een Groningse organisatie die 1 keer per jaar op een andere locatie een grote locatievoorstelling maakt. Waar professionals, amateurs, vrijwilligers allemaal met elkaar samen een mooie productie maken. Gaaf. En weet je al een beetje wat volgend jaar... Ga jij daar ook aan meewerken of is dat nog allemaal... Nee, volgend jaar ga ik weer filmen en in de zomer. Dus ik doe alleen dit jaar mee. Ja. Leuk, ik ben heel benieuwd. Oké, Marcel, heel erg bedankt. Voor de kijkers vanaf 17 augustus tot en met 11 september. Dat is eigenlijk helemaal niet zo lang, hè? Mensen moeten eigenlijk wel snel zijn Mensen met de kaartjes. Mensen moeten snel zijn, ja. Want het is volgens mij echt ook al een heel groot deel van de kaarten verkocht. Volgens mij wordt het super vet. Heel veel plezier en succes. Want jullie moeten nog even een paar dagen, 2 weken nog, hè? Ja, alles repeteren. Ja. En leuk, ik ben heel erg benieuwd. Dank je wel. Ik ook, dank je.